Robby, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey Robby, je hebt het precies een beetje koud, man. Ja, maar ja. Goed gekeerd. Ja, oké, okay, ça va. Zeg Robby, jij noemt jezelf de warmste gamer. Ja, naar de site. Waarom, ja? Ik schrijf sinds maart reviews over spelletjes en zo. Ja? En ik wou een initiatief doen dat met videogames te maken heeft. Uh-huh. Dus ik veil videospelletjes op internet. Uh-huh. En die zijn gesponsord door developers van over gans de wereld en ook een paar Belgische. Wacht, dat moet je me eens uitleggen. Dus die mensen geven jou spelletjes die nog niet op de markt zijn? Of die bijzonder zijn op een bepaalde manier? Indie games, het concept daarvan is dat die nog niet echt heel erg bekend zijn. Ja? Dus die hebben er ook heel veel gegeven. Voor hun geeft dat ook wel naambekendheid. Ja, ja. En anderzijds ook waar bekende ze. Heel recente spelletjes voor Xbox, PlayStation 4, Steam, ja. Alles. Ja, het is zo'n wereld, ik ben er zelf niet helemaal in thuis eigenlijk. En ben jij een fervente gamer zelf? Ja, ja, ja. Al heel lang, maar ik ben slechts sinds dit jaar beginnen schrijven. Ja. En ik heb veel contacten gelegd en gedacht van, kan daar misschien wel iets mee doen voor het goede doel. Alright. En voor welk goed doel heb je dan die spelletjes verkocht? Make-A-Wish. Alright. Make-A-Wish, waarom? Ik dacht ook, Make-A-Wish, het is voor kinderen. Ja. En kinderen spelen graag videospelletjes. Absoluut. En ik denk ook veel van die initiatieven van hun gaan misschien ook game-gerelateerd zijn. En kinderen die het lastig hebben, kunnen ook videospelletjes als een ontsnappingsmiddel gebruiken. Ja, 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 absoluut. Het is een eigen wereld soms waar ze in kunnen verdwalen. Hoeveel heeft het allemaal opgeleverd, Robby? Momenteel, maar ik werk met biedingen. Dus ik ga pas vrijdag het totaal weten. Maar ik heb al €650 opgebracht, dankzij een paar gulle sponsors. Okay. Mijn werkgever bijvoorbeeld, Kronos Development. Ook de school in Kortrijk, Go West. En Vlega, de Flemish Games Association, die juist proberen Vlaamse spelletjes in de spotlight te zetten. Ah ja, zijn wij daar goed in Vlaanderen? De laatste jaren meer en meer. Ah, dus ik heb zo een paar spelletjes met grote naambekendheid. Ja. Maar echt meer en meer begint op de markt te komen, want ik doe nu eigenlijk bijna exclusief interviews met Belgische game developers. Alright, de Max. Het is goed om te horen dat we het goed doen. En ik ga jou een vlam geven, want die had ik nog niet gegeven, omdat je zo'n fantastische actie op poten hebt gezet. Dankjewel. Okay. En deze wil je graag horen, denk ik. Hè? Ja, en dat komt ook uit een spelletje. Ah, welk spelletje? Final Fantasy 15, dat is het openingsliedje. Ah, alright, kijk, en dan ga ik nu zwijgen. Wat is dat aan het zingen? Robby, merci. Bedankt. Joe. Bedankt voor jouw warme actie.